Twitter denk dat ik een vrouw ben. Na een persoonlijke ervaring besloten docenten aan de rechtenfaculteit en informatica aan de Universiteit Leiden om hun krachten te bundelen. Eduard Vos Villaronga en Tessa Verhoef maken in het robotlab van de universiteit plannen om de algoritme die veel websites en apps gebruiken om het geslacht van hun gebruikers te bepalen te verbeteren. In eerder onderzoek hier in Leiden vonden wij dat dit soort algoritmen het geslacht van mensen in 20% van de gevallen verkeerd klassificeren. En nog belangrijker, terwijl slechts 8% van de heteromannen geconfronteerd wordt met een verkeerd label, is het voor vrouwelijke gebruikers en de LHBTI-gemeenschap veel vaker tot een kwart van de keren mis. Een groot probleem hierbij is dat die algoritmen in binair termen denken, man of vrouw, als een simpel klassificatieprobleem. Maar de echte wereld is niet zo eenvoudig en binair. En zulke fouten zijn niet alleen vervelend en mogelijk pijnlijk voor de gebruikers. Ze versterken ook bestaande en schadelijke stereotypen. Kunt u zich voorstellen welke gevolgen dit kan hebben in de context van de gezondheidszorg? Vooroordelen in de gezondheidszorg kunnen leiden tot fatale gevolgen. En dat is zeer zorgelijk. Nou, en in dit project willen wij allereerst een brug slaan tussen twee onderzoeksgebieden. Dus de onderzoeksgebieden van mij en van Eduard. Want het is zo dat experts op het gebied van rechten en genderstudies vaak niet helemaal precies weten hoe die nieuwe technologieën helemaal werken. En juist onderzoekers die werken aan die AI-algoritmen, die zijn zich vaak niet bewust van de gevoeligheden rondom genderidentiteit en bestaande vooroordelen. Deze algoritmen kunnen aan de ene kant reden tot zorg geven, maar AI geeft ons ook een kans om het als samenleving beter te doen. En dat maakt ons heel optimistisch en enthousiast. Als we goed nadenken over de data die we onze algoritme geven, dan zouden we mogelijk een wereld kunnen creëren waarin AI-systemen eerlijker en exclusiever zijn dan wij zelf met onze inherente vooroordelen. Dankzij een subsidie kunnen de wetenschappers binnenkort aan de slag. In oktober start hun onderzoek.